Het Leger des Hels in Rotterdam wil dat de gemeente een noodverordening uitroept om zwervers verplicht naar binnen te kunnen sturen bij extreme kou. Op dit moment is er zo'n verordening van kracht in Amsterdam. De gemeente Rotterdam beweert dat er geen zwervers meer zijn in de stad, maar het Leger des Hels treft ze nog dagelijks aan. De meeste daklozen komen uit Oost-Europa en hebben geen werk meer. In Den Bommel op Goeree Overvlakke is dinsdagmiddag een paardenstal afgebrand. Eén paard is daarbij om het leven gekomen. Een bezoekster liep brandwonden op aan haar handen toen ze de dieren probeerde te redden. De brandweer had te weinig water en heeft de schuur gecontroleerd laten uitbranden. De oorzaak van de brand aan de molendijk is nog onbekend. GroenLinks wil een spoedebat over het afblazen van een windmolenpark voor de kust van de Tweede Maasvlakte. Wethouder van Uffelen maakte dinsdag bekend dat het windmolenproject wordt afgeblazen omdat er te veel weerstand tegen zou zijn, onder meer van milieuorganisaties. GroenLinks denkt dat de komst van het park wordt tegengehouden om een derde Maasvlakte mogelijk te maken.